Lieve gemeenteleden, dit is alweer de laatste vrucht van de geest, zelfbeheersing. En dus ook meteen het laatste filmpje. Ook voor mij persoonlijk natuurlijk, omdat ik ook afscheid ga nemen. Maar hierbij nog het laatste filmpje. En ik wil jullie graag even meenemen in wat ik heb gekregen gisteren tijdens de laatste les aan groep 7 op de basisschool. En ze hebben me een prachtig hart meegegeven. En volgens mij is dat ook waar het om draait. Deze 9 vruchten van de geest, die zorgen ervoor dat ons hart de juiste hartsgesteldheid heeft. En hoe mooi is dat, dat zij dit voor me hebben gemaakt en laat zien waar het over gaat. En er staat op, ik zal het zo even voorlezen, want het staat in spiegelbeeld op dit filmpje, dus dat is wat lastig. Maar hier is waar het volgens mij om draait. Dat we steeds meer op Jezus gaan lijken, steeds meer zijn hart ook volgen en ons hart, onze hartsgesteldheid daar ook steeds meer op richten. En er staat opgeschreven, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Nou, wat mooi, mooi gemaakt ook. En als we het hebben over zelfbeheersing, dat is de laatste vrucht zoals ik al zei, merken we dat we vooral ook in een omgeving leven waar vooral zelfexpressie belangrijker is dan die zelfbeheersing. En die zelfexpressie is dan ook vooral, ik doe waar ik zin in heb, ik doe vooral ook wat goed voelt. En de rest vind ik dan gewoon niet zo belangrijk en laat ik zitten. Maar het is de vraag of dat helemaal goed is. Want als je kijkt naar topsporters of hele bijzondere zangers of muzici, daar is een inspanning voor nodig om te komen waar je wil komen. En daarom is die zelfbeheersing zo enorm belangrijk. En daar kun je natuurlijk ook aan denken aan een stukje discipline en doorzettingsvermogen. En de vraag is, hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij mij? En zelfbeheersing heeft dus ook te maken onder andere met ons gebedsleven. En ook daarbij geldt dat we niet altijd maar kunnen doen wat we graag zelf willen. Of alleen maar dankjewel zeggen op mooie momenten. Of help me op juist die momenten dat we het moeilijk hebben of God zo hard nodig hebben. Maar het vereist ook wel een stukje discipline. Dat we elke dag bepaald worden bij gebed en bij zijn woord. En dat we daar ons ook zelf in mogen oefenen. Dat we daarvoor mogen inspannen. En nog even kijken naar zelfbeheersing in de Griekse samenleving. Was dat Griekse denken heel belangrijk. Dat je vooral een stukje zelfbeheersing. Dat was ontzettend belangrijk. En hieruit stammen ook die 7 ondeugden. Ik lees even voor. Hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, gulzigheid en onkuisheid. En om juist die ondeugd te beheersen, heb je zelfbeheersing nodig. Je eigen begeerte onder controle krijgen. Maar het verschil is wel dat het Griekse denken ervan uitgaat dat je het zelf doet. En dat staat haaks op een christelijke levensstijl. En dat is ook dat Paulus 2 statements maakt met deze vrucht van de zelfbeheersing. Hij zegt ook dat het inderdaad een vrucht is die heel belangrijk is, maar wel de 9e vrucht. Want hij plaatst nog steeds de liefde op de eerste plaats van de vrucht van de geest. Dus het is een heilloze weg om het alleen te willen doen. Maar het is wel nodig. Het is dus een spanningsveld tussen enerzijds de werking van de geest en ook wat Paulus op duidt is het naleven van de wet. Maar zelfbeheersing is dus dat je jezelf door de geest van Christus laat beheersen. En er zijn 3 dingen hoe je dat zou kunnen doen. En de eerste is daarbij dat je doelgericht bent. Omdat je, als je een doel hebt, dan weet je waar je heen wil. Dan ga je daarvoor en dan lever je daar die inspanning voor. En een doel kan zijn dat je deel wil hebben aan het koninkrijk van God. En dan komt de discipline ook zelf. Ook ten tweede, wat ik net ook al even zei, schakel je lichaam in. Neem dus ook letterlijk de tijd voor God, zijn woord en gebed. En ten derde, leef geestelijk door je te laten leiden door de geest.
met heel je hart, je ziel en je lichaam te richten op geestelijke groei, zodat we steeds meer mogen lijken op Jezus. Ik wens jullie vanaf deze plaats ook een hele goede, gezegende avond toe. En mijn laatste boodschap is ook, hou elkaar vast in deze gemeente, vol liefde. En laat je leiden door de geest. Blijf dicht bij God en bij elkaar. Heel veel zegen gewenst. Dag.